tribunes op gaan en heel dreigend zijn, is natuurlijk nooit goed te praten. De teleurstelling kan ik mij goed in vinden. De minuut stilte was indrukwekkend en buitengewoon emotioneel. Dieter Wieg wordt getroost door keeperstrainer Richard Venema. Dan de wedstrijd. Veendam begint alleraardigst. Dit is Polak. Kopbal op de paal. De eerste 10 minuten lijkt het erop dat Veendam korte metten wil maken met FC Omnewild. Die ploeg staat laatste in de Jupiler League. Dit is veldmaten. Tweede kans voor Veendam, maar nu de redding van Zegers. En daarna wordt het allemaal snel minder bij Veendam. Geen beleving, linies ver uit elkaar, daardoor geen aansluiting naar voren toe. En de spelers van Veendam lopen stuurloos rond. Dit is de tweede helft en Omnewild profiteert daarvan, want dit is de 1-0 via Faria. Veel spelers bij Veendam spelen verkrampt en Veendam probeert het nog wel in de tweede helft. Hier krijgt Lip gelukkig de bal. Dit is wel een kans, maar het is typerend dat de bal overgaat. 3 minuten voor tijd krijgt doelman Jeroen Lambers ook nog eens een keer de rode kaart. Hij maakt Hens buiten zijn 16 meter gebied. Dus moet hij het veld verlaten, gaat Polak in het doel staan. Dan is het Omnewild dat in de 90ste minuut op 2-0 komt. Veendam verliest voor de 4e keer op rij en zelfs Omnewild is te sterk. Je kunt je afvragen, waar eindigt de malaise van Veendam?